Wij waren in Rotterdam, naar het concert van Marco Borsato. En we sliepen een nachtje in het Eurohotel. Weer een weekje later, toen begon de jeuk. Met kleine bultjes. En het leek wel hoe meer je ging krabben, hoe meer bultjes er kwamen. We zijn bij Overstappen Marina Beach geweest. Nou, we zijn dus één nacht verbleven. Mijn beide dochters die zaten helemaal onder de bulten. Dit is hem, de bedwants. Niet groter dan een paar millimeter, maar toch erg vervelend. De parasiet kwam lang bijna niet voor in Nederland, maar sinds een paar jaar duikt hij opeens weer op. We zien inderdaad dat hij sinds 2013 vaker in ons land voorkomt. En een belangrijke reden daarvoor is waarschijnlijk dat mensen steeds meer reizen. Waar vroeger vooral natuurlijk heel veel hygiënische controle was vanuit de overheid ook vaak. Op hotels en dergelijke zie je tegenwoordig ook steeds meer Airbnbs en allerlei dat soort concepten ontstaan. Waardoor mensen zelf een kamer verhuren. Ja, en dat heeft mogelijk tot gevolg dat die bedwant zich thuis kan gaan voelen. Het Eurohotel Rotterdam erkent dat het een bedwantsprobleem heeft. Maar zegt hard te werken aan de bestrijding van de beestjes. De Zeeuwse camping Overstappen Marina Beach, waar Abel met zijn gezin verbleef, laat weten een externe onderzoeker te hebben ingehuurd, maar geen bedwantsen te hebben gevonden. Abel probeert nu via de geschillencommissie zijn schade alsnog te verhalen op de camping. Ik heb de auto moeten laten reinigen. Het was tijdens de hittegolf toen alle kleren en vuilniszakken, alles moeten wassen, alles moeten schoonmaken. Kleren moeten weggooien. Ons geluk is dat we niks hebben meegenomen, maar stel je neemt ze wel mee naar huis, dan verspreidt het zich steeds verder. En voor de volgende keer hebben ze allebei hun lesje wel geleerd. Lees reviews. Dat heb ik niet gedaan en heb ik erg spijt van, kan ik je vertellen. Als je op de kamer komt, check alles. Check onder de matrassen, check onder de bedden. Kijk goed de naden en alles na. Dat ga jij de volgende keer zeker weten? Ja, zeker weten.